Zondag hebben we Olke, Herman, Mark, Rix en David. En Herman heeft al gekozen? Ja, Herman heeft al gekozen. Ja. Oké, okay. Dus Olke, Mark, Rix en David. Zijn daar favorieten tussen, Jan? Ja. Ik vind... Kijk, ik moet het even uiteenzetten. Ja? Kijk, Herman is fantastisch. Die had nog nooit gezoend met een meisje. En die had een meisje gevonden dat ook nog nooit een relatie had gehad. Dus dat wordt heel ongemakkelijk uiteindelijk in de slaapkamer. Daar zijn we met z'n allen niet bij. Maar die is echt heel erg verliefd. Dat vind ik heel mooi. Want uiteindelijk gaat, dat weet jij Jos, het programma gaat over de liefde. Ja. Dus dat is heel mooi. Dan heb je Rix. Ja, Rix, hij zegt dus. Dat is niet zo goed voor het gesprek. Maar ik denk dat Rix, ik weet niet, volgens mij heeft Yvonne ergens al gezegd dat er één boer is die in zijn eentje overblijft dit seizoen. Daarom doe ik hem ook als eerste, omdat slecht nieuws wil ik gehad hebben. Ik ben bang dat Rix gaat worden. Oké. Okay. Want dat doe ik door wegkruisen, want de andere boeren zitten heel goed. Je hebt Olke. Olke moest een beetje losgeweekt worden, maar is met jou snoepert geworden. Die heeft namelijk met beide dames al lopen snavelen. Ja. Snavelen? Kussen. Oh. Hij zit in zijn winterbody en hij denkt... Ik ga het eens allebei uitproberen. En hij heeft dus Sandra en Albertine. Albertine heeft eigenlijk als enige argument steeds dat ze ook uit Friesland komt, net als Olke. Want ze wil steeds even kroepen. En Sandra, dat is iemand die doet het heel slim. Die doet trucjes waarvan andere mannen zouden zeggen, nou, dat ligt er zo dik bovenop. Dat vind ik niet te veel. Die gaat dan een beetje voetje vrijen onder de tafel en hem kusjes geven en zo. Maar ik denk dat hij daar wel voor valt. Dus hij gaat denk ik voor Sandra. Oké. Okay. Dan hebben we Mark. Mark gaat heel praktisch. Mark is Zambia, toch? Ja. Mark is Zambia en Mark heeft zijn leven heel erg gestructureerd ingedeeld. Dan gaat hij naar de vissen toe. Zo is zijn huis. Daar zit dit. Dus ik denk dat hij vooral kiest niet op zijn hart, maar op wat is er handig. Dan heb je Anna Kim. Die woont al in Zambia. Is super makkelijk. Heeft het hartstikke naar de zin daar. Dus ik zet mijn geld op Anne Kim. Dan hebben we David. David, die is ook iets raars aan het doen. Die vertelt steeds tegen alle meisjes, doet hij ongeveer dit. Nee, maar ik vind jou superleuk. Ik vind jou, en dat meen ik echt. Ik vind jou superleuk. En dan 2 minuten later tegen het andere meisje. Ik ga je zeggen, ik vind jou echt superleuk. Als ik met jou over zou blijven, zou ik echt superleuk vinden. Dat je denkt, hè? Dus daar kan ik mijn geld niet op zetten. Maar ik denk dat het Suzanne wordt. Want Mara wil te graag en een man wil hebben wat hij niet kan krijgen. En Suzanne doet ze af en toe ook, vindt ze zo moeilijk. Twijfelt zo een beetje. Dus dat wordt denk ik Suzanne. Wie hebben we dan nog over? Olke. Oh, die had jou. Olke had jou. We hebben gehad Rix. Rix heb je ook al. David had je. Nee, heb je iedereen gehad? Heb iedereen gehad? Ja. Oké, gelukkig. Ik ben er doorheen. Ik vind het zo spannend ook. Ja, zo, ja. Wat mij dus heel erg verbaast, dat Jan zo'n kenner is. Want het is gewoon een complete herbeleving. Je hebt alle series in hele korte tijd, heb je eigenlijk nu al... Ja, maar ik heb er nooit aflevering gemist. Je denkt dus echt dat er één boer niet gelukkig zal worden met de vrouw. Ja, ik denk, volgens mij, Yvonne het ergens zegt dat het... Ja, maar Yvonne zegt niks. Yvonne vraagt. Nee, maar natuurlijk geeft ze wel eens een hint, maar Yvonne, kijk... Liefde is niet te sturen. Oh, nou word ik helemaal gek, hè? Want nou is het dus anders dan wat ik gedacht heb. Maakt het wel boeiender. Ik geef jou echt voor zondagavond. Want het kan natuurlijk ook maar zo zijn dat een vrouw opstapt. Ja. Dus dan hoeft die man niet te kiezen. Ja, maar het gaat misschien wel bij Rix gebeuren. Want Eline, die was nog niet geland met het vliegtuig. Die zei, nou, vindt hij wel plat. Ja. Hij vindt het erg plat hier. Had ze 3 keer gezegd.